Natuur en cultuur moeten in balans staan voor het brengen van ontwikkeling. Er zijn veel misvattingen over ontwikkeling en diversiteit. Met deze gedachte vond gisteren de lancering van het boek Suriname Lens of Diversity plaats. Het drukwerk is een product van Open Campus Lecture Series, een gezamenlijk initiatief van Green Heritage Fund, Anton de Kom Universiteit en Graphic Design by Chatlat. Coördinator van Open Campus Lecture Series, Jack Menke, zei dat de ontwikkelingspotentie van Suriname niet zit in economische groei, maar in het verbinden van diversiteit in de natuur. Het probleem is dat zeker ook de westerse wetenschap heeft vanaf het kolonialisme helemaal een claim gelegd op dat zij eigenlijk waarheid kunnen spreken en eigenlijk, weet je, het heelal en de planeet aarde, maar ook de verschillende onderdelen van ons leven in kaart kunnen brengen en dat ze universeel uitspraken kunnen doen. En dat trekt hij eigenlijk in twijfel. Toch? En ja, je ziet hier een heleboel woorden staan. Toch? Antropomorf, geocentrisch, antropocentrisch. Geen nieuwe woorden. Toch? Als je, ik zeg nog maar eentje eruit, geocentrisch, is heel makkelijk, de aarde staat centraal. De natuur komt tot uitdrukking in het bos, dat koolstofnegatief is en een bron is van traditionele oogsten, zoals medicinale planten en vis voor de inheemse en Maron gemeenschappen in het binnenland. Deze gemeenschappen hebben essentiële kennis van het bos, wat ontwikkelingspotentieel biedt dat verstoord wordt door opeenvolgende regeringen die de mens centraal stellen in plaats van de verbondenheid met de natuur. Directeur van Green Heritage Fund, Monique Pohl, zegt dat het belangrijk is om de natuur met respect te behandelen. We vergeten het heel vaak, dat we dankbaar moeten zijn voor al die niet-menselijke personen die ook in Suriname wonen, die bewust hebben gekozen om hier te wonen. Wij hebben er vaak, onze voorouders, niet bewust voor gekozen om naar deze contrée te komen. Maar dat wil niet zeggen dat we het recht hebben om die andere niet-menselijke personen het leven moeilijk te maken. Het boek zal heel binnenkort in grote aantallen te verkrijgen zijn.